Ik wil het eerst met jou iets hebben over iets anders. Met jou hebben over iets anders. Want in het Plus Magazine staat er namelijk een groot artikel naar aanleiding van een onderzoek over geloven. Nu heb jij 4 kinderen. Jij gelooft zelf niet. Stel je voor dat een van jouw kinderen bij je komt met de boodschap: mama, ik hang ineens heel erg een ander geloof aan. Maar ook heel streng gelovig is geworden. Hoe zou jij reageren? Nou, omdat ik zelf natuurlijk niet echt gelovig ben, is het altijd best een beetje lastig om je daarin te verplaatsen. Maar ik denk, als je daar een open gesprek over hebt, en zolang ze niet een boerka gaat dragen. Ik bedoel, stel, ik heb bijvoorbeeld een hele leuke oppas gehad. En die was moslima geworden en droeg daarna een hoofddoek. Nou ja, weet je, als zij daar, zij vond dat echt fijn om dat te doen. Nou, daar kan ik best inkomen. Maar hoe streng, dat is wel een beetje. Maar dat is natuurlijk het hele probleem, vind ik nu. Dat het allemaal zo radicaal wordt. Het is een artikel naar aanleiding van een onderzoek onder de pluslezers. En Lenny Langerveld is daar verantwoordelijk voor. Jij bent redacteur van Mens en Samenleving bij Plus. Ja. Ja. Waarom hebben jullie dit onderzoek gedaan? Dat was naar aanleiding van een persbericht van het CBS. Waarin stond dat nog maar een piepkleine meerderheid van de Nederlanders, 51%, zichzelf nog gelovig noemt of godsdienstig noemt. En in de jaren 90 was dat bijvoorbeeld nog 60%. Dus dat is nog altijd minder aan het worden. En toen dachten wij, jeetje, dat zijn zoveel jonge mensen die niet meer geloven. Dus toen vroegen wij ons af, hoe is het voor jou als ouder? En het geloof is misschien voor jou belangrijk. Hoe is het voor jou als jouw kind niet meer gelooft? Mm-hmm. En dat zijn we gaan vragen. En wat was het resultaat? Ruzie in de tent? Ja, dat zou je wel zeggen. Maar dat was dus helemaal niet zo. Bijna alle lezers zeggen, het heeft geen verwijdering veroorzaakt. En dat komt omdat ze, als het puntje bij paaltje komt, dan zeggen ze, ik kies voor mijn kind. Naar aanleiding van dit onderzoek ben jij in contact gekomen met een predikant die in een hele bijzondere situatie terecht is gekomen. Ja, want we gingen hem interviewen met zijn dochter. Hij is een predikant met 3 kinderen. En alle 3 die kinderen geloven niet meer. En hij vindt dat heel jammer. En zijn dochter, die zegt, ja, maar ik snap jou niet, pa, want ik heb dezelfde normen en waarden als jij. Ik sta op dezelfde manier in de wereld. Alleen, ik noem het niet christelijk en jij noemt het wel christelijk. Dus hij zegt, op dat ene kleine puntje verschillen we. En hij zegt, puntje, ja. Het is mijn leven. De boodschap mooi, hè? Ja. Het artikel staat allemaal in Plus Magazine dat nu al in de winkels ligt. Ja. Dank je voor het mooie artikel overigens, mooi initiatief. En meer informatie daarover is natuurlijk op onze site te vinden, meernaplus.nl. En de boodschap is duidelijk, hè? Blijf elkaar respecteren en gun elkaar vooral het geluk. Welkom terug bij Meer Na Plus. Voor de break de verkeersvraag aan jou en natuurlijk ook aan Ellen. Geert die stapte om 8:00 's morgens in de auto, kwam dit bord tegen, maar hij wilde toch, ja, Geert is altijd eigenwijs, linksaf. Mocht dat nou wel, ja of nee? Ellen, jij zei nee, hè? Laten we maar eens even gaan kijken. Het antwoord is nee. Het bord geeft aan dat ik vanaf deze kant terecht niet in mag. Ik mag alleen de richtingen volgen zoals op het bord aangegeven. Rechtsaf of rechtdoor? Heel goed, Ellen. Jij hebt geen opfriscursus meer nodig. Dat is duidelijk. Fantastisch. Inmiddels ook aan tafel Marcel Brien. We gaan het zo dadelijk met jou hebben over de prostaat. En natuurlijk, zoals elke week, ons financieel adviseur Eva Mol. Ja. Eva, we krijgen zoveel vragen binnen voor jou. Dat is natuurlijk fantastisch. En we hebben er deze week eentje uitgekozen. En die heeft alles te maken met dit spotje. Okay. Ik werd hiervoor benaderd vorig jaar al en een paar maanden later overleed Frans Molenaar. En Frans had Alzheimer. En ik dacht, hoe kan ik er nou iets mee doen waardoor ik ook die link naar Frans ermee zou kunnen maken? Want aan de ene kant heb je een sok zwart-wit van Frans Molenaar en aan de andere kant een blauwe degradé sok van mij. En met het dragen van de sokken komt gewoon het gesprek op gang. En dat is uiteindelijk wat we willen bereiken met 2 verschillende sokken. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat met de verkoop van die sokken er gewoon een groot bedrag wordt opgehaald. Waardoor we een onderzoek kunnen versnellen, waardoor hier een betere oplossing voor kan worden gevonden. Werkelijk een fantastisch initiatief vind ik dat. Maar de vraag die hiermee te maken heeft, die komt van Hans Lin. En Hans Lin zit bij ons in de studio. Hans, vertel maar. Ik vraag me af hoe het
geregeld is als je met dementie te maken krijgt en hoe dan je bankzaken geregeld worden. Vooral als je zelf of je familieleden daarmee te maken krijgt. Ja, hele mooie vraag. Daarom hebben we jou uitgekozen, Eva. Ja, ja, het is sowieso heel belangrijk dat je op dat moment contact opneemt met de bank. Maar ook dat je, zolang dat dan gaat, ook nadenkt van hè, aan wie kan ik mijn bankzaken toevertrouwen. Zijn vaak naast ook in je omgeving, maar dan op zo'n manier dat je ook zelf nog zo lang mogelijk de regie behoudt. Mm-hmm. Zijn er mogelijkheden? Ja, er zijn echt wel wat mogelijkheden. Je zou bijvoorbeeld een zakgeldrekening kunnen openen. Dan handel je met wat kleinere bedragen. Dus kun je wel gewoon de boodschappen betalen met je pinpas. Daar zit ook een bepaald limiet op. En vervolgens beperk je de risico's doordat het met kleinere bedragen gemoeid is. Dus, Denk jij hier al over na, Ellen? Over dit soort zaken? Nee, niet echt, eerlijk gezegd. Gelukkig heb ik ook niet aan de orde. Veel mensen in mijn omgeving die daarmee te maken hebben. Ja. Mijn ouders zijn nog helemaal... Mm-hmm. Fris, maar het is natuurlijk echt wel een zorg. Ja, zeker weten. Want er komt op een gegeven moment toch een moment, dat is gewoon een feit met dementie, dat je het echt zelf niet meer kan doen. Ja. Nou, het is wat ik al zei, belangrijk dat je nadenkt wie je kunt vertrouwen om het beheer van je bankzaken over te nemen. Ja. En dat kun je dan op een manier doen, bijvoorbeeld door het regelen van een bancaire volmacht. Mm-hmm. En met zo'n volmacht geef je je bankzaken uit handen. En om een voorbeeld daarbij te geven, vaak zijn dat kinderen, maar die wonen niet altijd naast de deur. De buurvrouw wil bijvoorbeeld best helpen met het doen van boodschappen. En dan is het prettig dat zij wel kan pinnen, dat daar dan ook weer een limiet op zit. En dat de kinderen op afstand mee kunnen kijken. Bijvoorbeeld via de app, internetbankieren of door extra afschriften. Dat is allemaal mogelijk natuurlijk. Ja. Maar het is nog wel een officiële stap, hè? Ja, nou, absoluut. Want het is goed om te weten dat de bancaire volmacht die komt vervallen als je niet meer wilsbekwaam bent. Dus niet meer zelf die handtekening kunt zetten. En dan is het goed om een levenstestament te hebben. Dat zeg ik ook altijd tegen de mensen die ik spreek. Want daarmee voorkom je heel veel vervelende situaties. Bijvoorbeeld, in een levenstestament leg je dan vast wat je wensen zijn rondom je financiën, maar ook je andere bezittingen. Dat moet je wel echt regelen bij de notaris. Heel belangrijk, want het is sowieso een hele verdrietige situatie. Ja, dat is maar, heel vervelend. Ja. Gelukkig zijn jullie er dan. Dank je wel voor deze informatie. Ouderdom komt met gebreken. Ja. En menopauze kan voor hilarische momenten zorgen natuurlijk. Ook voor heel veel ongemak. Hoe zit het bij jou? Nou, meestal is het hetzelfde als bij je moeder. Hè. Mijn moeder was wel 50 plus toen, mm-hmm. toen het bij haar begon. En ik ben 48, dus ik merk er nog niks van. Oh, maar nog even. Als ik hier zo meteen een opvlieger krijg, dan is het een debuut. Hè. Dan zijn jullie allemaal getuigen. Maar Sabrina, met jou praten we over natuurlijk gezondheid. Want wij hebben het dan over de menopauze. Maar de mannen hebben een penopauze. Ja, de mannen komen ook in de overgang. Wordt wel andropauze of inderdaad ook meer bekend penopauze genoemd. Ja, kijk, als mijn mannen ouder worden, dan gaat het testosterongehalte, dat neemt geleidelijk aan af. En dat is verder niks mis mee, dat is een normaal ouderdomsverschijnsel. Mm-hmm. Alleen als hierdoor klachten optreden, dan wordt het anders. Ja. En dan moet je denken dat testosteron heeft op heel veel organen een effect. Mm-hmm. Dus dat betekent ook dat als er klachten komen, dat verschillende klachten kunnen zijn. En dan moet je denken aan het vermindering van spierkracht, toename van buikvet, maar ook stemmingswisselingen, mm-hmm. Slaapstoornissen, erectieproblemen en helemaal synchroon daar meelopend, en dat geldt zeker voor de helft van de mannen boven de 50 jaar, zijn er ook nog plasproblemen. En plasproblemen als gevolg van een vergrote, goedaardige prostaat. Ik neem het even in de hand. Ja. Hier zit de prostaat. Ja, toch? Heel goed. Direct onder de blaas. Beetje een walnootje. Klopt. De functie is het voeden, beschermen en het transporteren van zaadcellen. Mm-hmm. En ja, je moet je voorstellen, zo rond het 40ste levensjaar van de man gaat de prostaat wat groeien. Alleen bij de ene man wat sneller dan bij de andere man. En dat kan dan uiteindelijk tot plasklachten gaan als gevolg hebben. Net wat je zegt, ik kan gaan groeien. Zeer regelmatig plassen, langzaam plassen, druppelend plassen. Een zwakke urinestraal, nadruppelen en vooral meerdere keren 's nachts het bed uit om te moeten plassen. Wat je in je handen hebt, Prostaphosmet, dat is een 100% natuurlijk middel. Het is een traditioneel kruidengeneesmiddel op basis van de sabal sidulata, in het Nederlands zaagbladpalm. Ja, en deze die vermindert de overmatige groei van de prostaat, vermindert die zelfs.
Dus ja, dan neemt de druk, want je liet het net zien, de prostaat, daar dwars doorheen loopt die urinebuis. Ja, hier. Ja. Daar neemt de druk af en daardoor heb je ook verlichting van je plasklachten. Oké, en lekker slapen met z'n tweetjes. Zo in elkaars armen, ondanks de zweet aanvallen. Toch? Absoluut. Dankjewel, Marcel. Ik ga regelmatig met Geert Hoes op pad om eens even te kijken hoe gezellig Nederland eigenlijk is. En we zijn voor ons doen ver weg gegaan, helemaal naar het zuiden van het land. Ja, we zijn in het zuiden van het land van de vlaaien. En ik wil graag meer naar jou laten zien hoe mooi het er is. Maar eerst gaan we iets heel erg leuks doen. Ja, we gaan naar de dierentuin. Ken je de vilvraat? Ken je de boshond? Ken je de miereneter? Miereneter wel. Ja? Ja. Wij gaan namelijk de dieren voederen. Echt waar? Heb ik geregeld. Wat leuk! Heb je dat ooit gedaan? Goed idee, kom! We zijn bijna vlaaien. Mark, jij bent de dierenverzorger hier. Ja. We hebben al prachtige, mooie kleren van je gekregen. Ja, jullie zijn vandaag leerling dierenverzorger. We zijn nu bij de? Bij de boshonden. Boshonden. Komen uit Zuid-Amerika. Mirna, loop je mee? Kom. Is het een meisje of een jongen? Dit is het meisje. Okay. Dit is de vrouwelijke miereneter die we hebben. Die is vrij makkelijk. Dus daar kunnen we ook bij in. Dus dat is ook wel makkelijk. Gaan we straks de voerbak neerzetten. En dan, Ze zijn groot. Je zit in het verblijf. Ik vind het jouw beurt nu, Mirna. Ik blijf even hier. Hey, meid. Hallo. Ja, je eten staat klaar, hè? Huh. Dan kun je lekker eten. Oh, dit eitje wil zoals dit. Mark, dank voor de prachtige ervaring. Ja. Ik had van Mirna wel iets meer verwacht. Ja. Oh, mijn deel komt nog. Want we gaan straks naar het hotel. Dat ligt hier aan de dierentuin eigenlijk. En we slapen niet in zomaar een hotel, maar in de carréhoeve van een kasteel. Oh, dit is wel heel mooi, Mirna. Kijk eens even. Goed, hè? Prachtig. In de 14e eeuw is het gebouwd, om precies te zijn in 1340. Het is heel lang bewoond geweest door allerlei adellijke families. En in de 20e eeuw was het eigendom van Franse paters. Dit is dus het restaurantgedeelte van het hotel. En wij slapen in de carréhoeve. De prachtig. Keuken is voortreffelijk, ja? Maar ook een officiële trouwlocatie. Stel je voor, hier kom je met de koets aan, je stapt uit, ga je daar naartoe. Dit zijn feestzalen. Wauw. Ja, lekker eten met z'n allen, hè? Meneer, ja. In Polonaise. Wat dan? We gaan naar de hotelkamer. Naar de kamer? Wauw. Het zal hier echt aan niets ontbreken. En boven is ook nog een hele verdieping. Het is familiekamer dit. Ja, we zien straks bij het eten. Heerlijk. Oh, dat is wel leuk, jongens. Oh, wat een heerlijke dag dit. Wauw. Schilderijtjes zijn het. Ik zeg je, dit is toch iedere keer als ik met jou weg ben, verwennerij. Ja, maar zo hoort het ook, Geert. Je moet het leven vieren. Op een prachtige dag en dat er nog maar velen zullen volgen. Een heerlijke dag was het, kan niet anders zeggen. En wil je ook eens een paar dagen weg in eigen land? Ik mag deze weggeven, jawel. Twee overnachtingen, twee keer uitgebreid ontbijtbuffet. En ook nog eens twee keer een viergangen diner. Dat is toch fantastisch, hè? Hoe je daaraan komt, kijk even op de site mirnaplus.nl. Ellen, je schrijft voor scenario's, voor films, voor tv-series. Maar ik heb hier iets, en dat heb ik aan het begin al gezegd. Ik heb er ongelooflijk om moeten lachen. Het is relativerend, het is herkenbaar. Jij hebt hem nog niet echt in handen gehad. Nee. Dames en heren, tada! Jawel, daar is hij. Kijk eens, alsjeblieft. Wat leuk. Het is maar een best boek. Een applausje, want het is echt... Het is, ja, echt waar. Heerlijk. Heerlijk. Vier kinderen... Ja. Drie mannen, ja. Twee carrières en een burn-out. Dat is de titel. Nou, ja. Dus eigenlijk in mijn leven in een notendop. Hè? Ja. Nou heb ik echt werkelijk het bijna in mijn broek gedaan... van de column over de hockeydames langs het hockeyveld. Jij bent op een gegeven moment iets aan het zoeken tussen de gevonden voorwerpen. Dan komt er een vrouw en die vraagt aan jou wat je daar eigenlijk aan doen bent. Dan vraag je af of zij denkt dat je aan het pikken bent. Nou, en dan krijgen we deze over het lachen van de hockeydames. Ik heb hem, ja, ik heb hem, oh, je snapt hem helemaal, hè? We kennen elkaar inmiddels. Ja. Ze begint te hinniken als een paard. Dit moet de typische hockeylach zijn, want zo heb ik er hier meer horen lachen.
Ze gooien hun hoofd in hun nek en laten op een hysterische manier hun gebit zien, terwijl er uit hun keel een soort jodelende merrie ontsnapt. Moet ik het even voordoen? Sorry. Maar goed, vervolgens. Ja, ik hoor al zo. Ja, dit is niet missen. Dat is duidelijk. Wat kunnen we nog meer van je verwachten? Want ik bedoel, je hebt zoveel talenten, met name op schrijfgebied. Ja, ik schrijf inderdaad veel. Ik heb nu net een film geschreven ook. Mm-hmm. Hallo Bungalow. Ja. De titel belooft al heel veel. En het wordt namelijk een misdaadcomedy met in de hoofdrollen Even van der Gucht, Annemarie Jong en Lies Visgedijk. Mm-hmm. Echt een hilarische film. Ik wens jou alle geluk van de wereld. Hou zelf de regie in handen. Geen burn-out meer. En drie mannen, zei je. Deze waar je nu mee gaat, inclusief. Ja, hou het daar maar bij, bij die drie mannen. Alle geluk. Dat wil ik graag doen, ja. Vanaf hier dank ik al mijn gasten die vandaag met mij aan tafel hebben gezeten. Volgende week nieuwe Meerna Plus. Zelfde zender, zelfde tijd, maar dan met een andere hoofdgast. En dat is Dr. Frank. Tot dan.